Wat betekent de Europese Unie voor jou? Overal Italiaanse pizza's eten? Franse films kijken? Met euro's betalen, zo de grens over om op vakantie te gaan? Of al jaren vrede tussen de meeste Europese landen? Na de Tweede Wereldoorlog besloot een aantal landen in Europa een gemeenschap te vormen zonder oorlog. Deze landen nemen samen belangrijke beslissingen. De samenwerking is stap voor stap uitgebreid en heet sinds 1993 de Europese Unie. Dit halve jaar is Nederland voorzitter van de Raad van de EU. Hierin zitten alle regeringen van de Europese Unie om ook in Amsterdam te praten over de toekomst van de EU. Wil jij samen met een vriend of vriendin als reporter een EU-raad in Amsterdam bijwonen en dit Instagram-account overnemen? Stuur dan een bericht over hoe jouw EU eruit ziet naar @EU2016NL met #MijnEU en wie weet sta jij straks naast de minister.